Wat verwachten jullie na de release, dat er na de release gebeurt? Nou, wereldfaam, ja. Zeker weten. Beperkt jezelf ook heel erg op het moment dat je echt heel erg op zoek gaat naar hits. Omdat je, ik bedoel, er staan ook tracks op het album die 6 minuten duren. En we hadden zelfs zoiets, we willen geen grenzen stellen. We willen gewoon, als wij het gevoel hebben dat een nummer 10 minuten moet duren, dat we dat ook kunnen doen zonder dat we in ons achterhoofd, ja. Oh nee, maar jongens, we moeten op de radio. Ik weet van Rebecca Zoo dat ze echt op hitjes schrijft, echt super gericht zijn. En dat ze daar ook wel, dat was wel het uitgangspunt voor het album, gewoon 12 hitjes. En wij hebben dat op de een of andere manier veel minder. Wij zijn meer een band die, zoals bijvoorbeeld The Wolf, weet je wel, die hebben evengoed nog wel een aantal hitjes gehad, maar die zijn er niet zo op gefocust, zeg maar. Some Girls, die duurde eigenlijk iets van 4 minuten, geloof ik. Op de plaat duurt hij ook langer dan de single edit. Ja. En daar hebben we echt gewoon op een gegeven moment ook met Sony voor gezeten. Ja, dat moet echt korter, jongens, anders gaat het gedraaid worden. Ja, ja, fine, weet je wel. Het is een visitekaartje. Je vindt het te gek, soms wil je hem nog een keer luisteren. En het is op het moment dat je die 4 minuten op de radio is, dan zou ik ook denken, nou, ja, okay, ik heb het gehoord. Het vet, ja. Dus ja. En het toffe vind ik daarvan is dat op de plaat nog steeds een volle versie staat. De song die blijft die song. En op het moment dat je gaat zeggen, ja hallo, dit moet strakker of dit moet zo en dan moet daar geen solo, dan wordt het een ander verhaal. Het is nu dat de song, bijvoorbeeld Some Girls, blijft Some Girls, alleen het mist hem 2 coupletten, waardoor het korter is, maar evengoed blijft het die song. Dus het is niet, ik zie dat niet als een, daardoor niet als een concessie. Zo zie ik de plaat een beetje, dat we gewoon echt gedaan hebben wat we zelf wilden. Some girls